Ja, Sam Kalen die is in Zeist voor ons vandaag. Sam, hoe was de ontvangst van Vlekken vandaag? Ja, er waren heel veel mensen hier. Het was een open training. Dat zou je niet zeggen als je nu achter me kijkt. Had de indruk dat iedereen om 7 uur thuis wilde zijn. Kan me vergissen, maar ik neem aan dat iedereen voor de tv zit nu om tafelvoetbal te kijken. Zeker. Maar al die fans die hebben Vlekken maar heel even gezien. Want hij was heel eventjes op het veld. Liet zich heel even zien. En ging vervolgens weer van het veld af, de gym in. We hebben even nagevraagd. Kleine pijntjes nog van de wedstrijd van gisteren. Niets om je zorgen over te maken. Maar omdat hij gisteren nog speelde met Freiburg tegen Hoffenheim. 0-0, goede wedstrijd. Heeft hij vandaag alleen in de gym getraind en hebben hem amper op het veld gezien. Ja, we hadden het hier natuurlijk al over. En 0-0, dat is meerdere keren de nul gehouden. Hoe is die vorm van Vlekken nu eigenlijk? Ja, de mannen bij jou in de studio die zijn goed ingelicht. Ik heb de cijfers op een rijtje gezet. Kijk maar eens even mee. Als je Vlekken afzet tegenover de andere eerste keepers in de Bundesliga, dan zie je dus 5 tegengoals in het hele seizoen. Daarmee is hij de nummer 3 op de ranking. Alleen Kobel en Renault, dat zijn de keepers van Dortmund en Union Berlin, die hebben het beter gedaan. Maar dat zijn de nummers 1 en 2 op de ranglijst van de Bundesliga, die clubs. Dan heb je qua reddingspercentage 83,9. Alleen de keeper van Gladbach doet dat beter, Jan Sommer. En als je kijkt naar de wedstrijden zonder tegentreffer, dat zijn er 5. Dat is gewoon de beste quotum in de hele Bundesliga. Kortom, je kunt je afvragen wat Vlekken meer kan doen dan wat hij nu doet. Ja, en dan is er vandaag nog gesproken over Peter Murphy, de oude volleybalbondscoach die door Louis van Gaal erbij is gehaald. Vanwege de strafschoppen eigenlijk. Leg eens even uit, wat is daar nou de bedoeling van? Nou ja, Peter Murphy is oud volleybalbondscoach. Die naam die werd met misschien wel een beetje hoongelach begroet in de persconferentie. Want wat moet een volleybalcoach nou bij het Nederlands elftal? Is dan de reactie van sommigen. Maar Murphy is ook wetenschapper. Die heeft specialisme ontwikkeld. Bijvoorbeeld in penalties. Heeft zichzelf gemeld bij Van Gaal dat hij daar wel ideeën over heeft. Hoe je daar meer uit zou kunnen halen. Laten we even luisteren wat Van Gaal daar zelf over te zeggen had. Nou, hij gaat allerlei testen doen met die spelers, maar ook gaat hij met de spelers praten hoe je de tegenstander in verlegenheid kan brengen, want er zijn ook middelen voor. Nou, als daar middelen zijn die de wetenschap zeggen, dan kunnen wij kijken of het zo is, om het in de praktijk uit te voeren en dat gebeurt ook deze week. Wat zou een goede vorm zijn om de tegenstander in verlegenheid te brengen? Ja. Tijdens de strafschoppenserie. Van de ene verbazing en de andere verbazing. Maar ook die reddingspercentages. We moeten niet vergeten, als je een lekkere verdediging voor je hebt staan, dan wordt het al makkelijker. Reddingspercentage, wat is een redding? Is dat een balletje wat hier komt of is het een bal wat ik uit de kruising tik? Dat is een beetje scorebordjournalistiek. Natuurlijk is het een Limburgers, fijn als die jongen het goed doet. Maar Johan Cruijff zei ooit, we hebben een hele kleine achterhoede. Nou, dan moet je gewoon zorgen dat je geen corners tegen krijgt. Ik bedoel, alles is even lang als breed in dit geval. Ja. Hoe kun je je tegenstander intimideren? Wij zijn ooit gedegradeerd in de oude Geuselt tegen NEC. Michel Mommers, die maakt hands, want die kwam daarna naar ons toe. En daar staat echt Seije Visser met zo'n kluit modder. Die stond bijna naast hem op de 11 meter toen Ai van Staveren schiet. Nou ja, schoot. En hij gooit hem dus echt met zo'n pratsch modder op zijn buik. En hij schiet naast. En geen VAR, geen scheidsrechter die opletten. Nou ja, dat is op zich een goede manier om iemand van de wijs te krijgen. Maar heb jij daar als trainer bij Roda ook al eens over nagedacht? Van wat kun je nou doen bij een strafschop? Want die hebben er ook meerdere gehad. Om nou die keeper gewoon helemaal uit de wedstrijd te krijgen. Nee, of juist de spelers uit de wedstrijd. Had jij een boekje van Jan Reker of zoiets? Nee, ook niet. Nee, dat zijn van die dingen, daar heb ik me niet mee bezig gehouden. Nee, Sam, heeft de bondscoach daar nog iets meer over gezegd? Eigenlijk, van op welke manier dan hij bedoelt spelers in verlegenheid te brengen? Nou ja, hij kreeg de vraag hoe ver kun je daarin gaan? Waar ligt de grens? Hij zegt van ja, zolang je op je doellijn blijft, ja, dat is de regel. Ja, en als daarbinnen dat is geoorloofd. Hij ging daar niet verder in op details. Maar ik denk dat je een beetje moet denken misschien wel aan Dudek, die we ons kunnen herinneren van de Champions League finale. Een jaar of 15 jaar geleden bij Liverpool. Dat een soort acrobaat van links naar rechts over de lijn danste. Van Gaal gaf niet de indruk daar heel veel moeite mee te hebben. Zolang maar binnen de regels past, dan mag het. En we weten het ook van Tim Krul natuurlijk, hè, in 2014. Die provoceerde verbaal met gebaren. Ik denk dat je een beetje in die hoek moet zoeken. Oké, Sam, dankjewel en succes, want je blijft daar voor morgen ook nog, heb ik begrepen. Dus succes daar.